Jihadbruid hoort bij harde kern en stapelgek op appels. Goedemorgen. Het Nederlandse jihadbruidje dat op de Vlaamse televisie aankondigt dat ze naar huis wil, blijkt de 23-jarige Ilhan Borjani uit Gouda. Ze zat voor haar vertrek naar IS tussen een groep fanatieke vrouwen die elkaar ophitsten voor de jihad. En voordat ze vertrok, was ze driftig aan het twitteren en het was eigenlijk helemaal geen verrassing dat ze naar het kalifaat is vertrokken. Ze kondigde haar vertrek eigenlijk al openlijk aan. Ze zei van het kalifaat is geweldig, ik ga daarheen. Ze wilde weg uit het land van de ongelovigen, dat is dus Nederland. En het ironische is dat zij dus nu weer terug verlangt naar dat land van de ongelovigen. Stapelvirtuoos Luc Broos staat voor een nieuwe uitdaging. Morgen wil hij 6000 appels op elkaar stapelen in zijn woonplaats Vinkel. Broos haalde eerder al het Guinness Book of Records met piramides van champagneglazen en sinaasappelen. Maar makkelijk, dat wordt het niet. Het is een zwaardere uitdaging nog. Met champagneglazen, dan is het, ga je er wel meer de hoogte nemen. Maar dan is het gevaarlijk om mensen om je heen te hebben. Voor splinters in de ogen krijgen als het verkeerd gaat. Dan wordt het natuurlijk één grote glasbak. Hier kan het natuurlijk allemaal appenmoes worden. Hè? Als het verkeerd gaat, dan hoef ik een appenmoes mee te koken. Maar appels, die hebben allemaal verschillende formaat. Kijk, sinaasappelen. Dat was nog mooi. Die kunnen bij dezelfde maat. Maar appels, ja, u heeft gezien, de appels hebben allemaal verschillende formaten. Maar goed, dat is weer de uitdaging die we dan zaterdag weer hebben. Het slagingspercentage voor rijexamens moet fors omhoog. Het is niet langer te tolereren dat maar 5 op de 10 kandidaten het rijbewijs in 1 keer haalt. Dat stellen organisaties in de rijschoolbranche in de Telegraaf vandaag. Ook het CBR constateert dat veel rijscholen maar wat doen. Maar liefst 900 van de 8000 rijscholen scoren een slagingspercentage van nog geen 20%. Voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel is vandaag de laatste dag van de campagne voor de verkiezingen van komende zondag. Ze probeert in München de laatste zieltjes te winnen. Merkel hoopt komend weekend voor de 4e keer te worden verkozen. De herfst begint vandaag met prachtig nazomerweer. Het is eerst fris met hier en daar mist en wolkenvelden. Regionaal kan wat regen vallen. In de middag trekt de regen weg en komt vanuit het zuidwesten de zon tevoorschijn. In het oosten wordt het 20 graden, aan zee 17 of 18 graden. Tot zover het nieuws van Telegraaf vandaag. Fijne dag!